Een zaterdagochtend bij Mesa Sport. Nuska Fontijn, wat gaan we hier doen? Ben je bezig met je comeback of gaan er andere zaken gebeuren? Nee, het, compleet andere zaken. Het is tijd to give back eigenlijk. We hebben vandaag een clinic georganiseerd om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Waar kinderen met kanker worden behandeld. En daarvoor heb ik Olympische clinics opgezet. Dus er zijn al een heleboel mensen nu aanwezig die straks gaan boksen voor het goede doel. En daarnaast hebben we een loterij. Dus we hebben heel leuk allemaal prijsjes uit Schiedam weten te regelen. Heel veel vanuit de Hoogstraat. Dus ik heb sponsors gevonden die, die iets moois wilden geven. Zodat mensen loodjes konden kopen. En we hebben een heel mooi bedrag opgehaald. Wat straks duidelijk zal worden. En dus prijsjes, ja, vooral vanaf de Hoogstraat. Heel leuk. Tempel Optiek heeft meegedaan. Partie, de nootjeszaak. Espresso, de thee, koffie. Museumjaarkaarten. Vlaams Broodhuis. Dus alles. Heel Schiedam deed eigenlijk mee. Dat is heel leuk. We hebben de hele Hoogstraat gehad, zo langzamerhand. Dus waarom deze motivatie om deze clinic te geven? Omdat ik sowieso iets terug wilde doen eigenlijk. Dat je denkt, ik heb lang gebokst. Ik heb altijd steun van buiten afgekregen. En nu is het tijd om eens, dat op een andere manier in te zetten. En te kijken of ik iets terug kan doen. Je gaat twee clinics geven. Waarin verschillen zij? De twee clinics verschillen in niveau. Dus ik heb de eerste clinic is voor mensen die nog nooit bokshandschoenen hebben aangehad. En de tweede clinic voor ervaren boksers. En we halen dus geld op voor het Prinses Maxima Centrum. Ik heb ongeveer een jaar geleden ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met een jongen die daar 2 jaar lang heeft gelegen. En eigenlijk echt op het randje van de dood stond. En ja, heel goed behandeld is. En uiteindelijk nu supergoed en supersterk hersteld is. En uiteindelijk ben ik ook afgelopen jaar een keer zelf naar het Maxima Centrum geweest. Om daar wat met de kinderen te doen. Dus om te kijken of ik ze een glimlach kon geven. En even een middagje aan iets anders kon laten denken. Dat is ook gelukt. Het was hartstikke leuk. En ook wel confronterend. Want het zijn natuurlijk geen hele prettige situaties. Het is vreselijk waar ze in zitten. Maar ik kon ook wel zien dat dat centrum fantastisch is. Het bestaat nu 5 jaar. Het is natuurlijk een ziekenhuis. Maar het is heel vrolijk van binnen. Er zijn heel veel faciliteiten voor de kinderen. En ja, je merkt een enorme samenhorigheid tussen, ook tussen medewerkers en ouders. Dat iedereen, die heeft natuurlijk hetzelfde doel. En het Maxima Centrum heeft als missie elk kind met kanker genezen. En daar sta ik heel erg achter. Dus vandaar deze clinics. Chapeau voor jou. Laatste vraag. Je bent gestopt met professioneel boksen. Hoe bouw je af? Hoe is het gegaan? Prima. Ik train hier af en toe nog wel eens gewoon voor de lol en meer ook een beetje te babbelen. En verder ben ik zelf bezig geweest met business opbouwen. Dus zelf inderdaad bedrijven langs boxclinics geven, maar vooral ook inspiratiesessies. Succes met de clinic. Dankjewel.